Laren is een tijdelijk Holocaust-monument rijker. 750 zakdoeken zijn gespannen aan lange lijnen tussen de bomen van de Brink. En die zijn aan die lijnen geknoopt door een tiental Laarders die dat allemaal thuis gedaan hebben. Een beetje zoals in vroeger tijden dat wij thuis ook aan het werk waren en aan het weven waren. Wij zijn heel blij dat de ontwerpster het speciaal voor ons heeft ontworpen. Zij is een Amsterdamse ontwerpster, Elise Stijlberg. En ik ben heel benieuwd wat zij nu van het resultaat vindt, want dat heeft ze net kunnen bewonderen. Elise, als je het zo ziet, ben je dan tevreden? Ik ben bijzonder tevreden, ja. Ik heb natuurlijk alles ook gewoon op papier uitgetekend en uitgedacht. Dus vandaag zie ik het voor het eerst. Want ik mocht ook niet bij het ophangen komen. Dus ik ben aangenaam verrast. Ik vind het ook in dit weer heel prachtig. Het hangt hoog, het is vrij licht allemaal. Ik vind het iets heel poëtisch krijgen. Ik zou iedereen willen uitnodigen om zelf te komen kijken. Wat, ja, ik denk dat iedereen het weer anders ervaart. En ik wil heel nadrukkelijk alle mensen bedanken die hieraan hebben meegewerkt. Al die vrijwilligers, Antoinette die het heeft georganiseerd. Ineke Hilhorst, jou natuurlijk ook. En ik vind het bewonderenswaardig hoe zo'n heel dorp het in deze tijden allemaal voor elkaar heeft gekregen. Dus ik dank jullie ook. Fijn. De burgemeester gaat het officieel onthullen. Fijn dat je er bent, Nanning. Wij zeggen altijd je. Het woord is aan jou. Ineke, dank je wel. En voordat ik het open, wil ik ook nog graag iets tot jullie richten. Want jullie hebben een fantastisch initiatief genomen met dit prachtige kunstwerk. En ik kan me heel erg mooi bij de kunstenares aansluiten door te zeggen, het heeft inderdaad iets poëtisch. Het past eigenlijk ook heel erg goed bij deze tijd van het jaar. Want het is mooi wit. Het is prachtig weer hier in het dorp. Het klopt allemaal, dit kunstwerk. En tegelijkertijd staat het symbool voor de afschuwelijke gruwelijkheden die de Joden tijdens de Wereldoorlog hebben meegemaakt. En dat is heel belangrijk, dat we deze dagen heel nadrukkelijk stilstaan bij het leed wat de Tweede Wereldoorlog verschrikkelijk veel mensen heeft aangericht. Het enorme aantallen levens die het heeft gekost. En dat ook de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, wij in Laren het heel nadrukkelijk hebben meegemaakt. En dat we deze dagen, in deze tijd dat we vieren dat we 75 jaar bevrijd zijn, ook stilstaan bij de verschrikkelijke gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. En ik vind het fantastisch dat jullie met dit initiatief, met dit tijdelijk monument, daarbij stilstaan in een tijd dat we het niet kunnen vieren met samenkomsten, met mensen bij elkaar, omdat we nou eenmaal moeten leven met de coronamaatregelen, is dit een manier, als de mensen passeren in het dorp, dat ze er toch bij kunnen stilstaan en zien dat al deze zakdoeken bij elkaar symbool staan voor al die mensen die afgevoerd zijn. En ik hoop, en ik denk dat het heel belangrijk is, dat we alle mensen thuis ook de betekenis van het monument meegeven, dat als ze hier langs rijden, lopen of fietsen, even daaraan denken. Dank jullie wel. En met deze woorden wil ik dan ook het tijdelijk monument openen. Ik heb op veilige afstand twee bossen bloemen. Eén voor de initiatiefnemer. Ineke, dat ben jij. En ook via jou dit gebaar aan alle vrijwilligers. En één bos voor de fantastische kunstenares. Met dit ontwerp heb je dit mogelijk gemaakt. Dank jullie wel. En ik open het hierbij. Dank je wel, Nanny. Wat vind je van Marcel? Prachtig. Ik had natuurlijk gelezen en ik volg het allemaal. Gelukkig gebeurt het altijd bij mij in mijn achtertuin, zoals ik de Brink noem. Ik heb Jan-Peter en Dick gesproken, Erik gesproken. Het ziet er prachtig uit. Ik ben weer trots erop dat jouw creatieve brein dit toch weer allemaal verzint. En dat je het ook realiseert en dat je het ook doet. Nou, dat vind ik mooi. Timo, wat vind jij als buurman van dit tijdelijk Holocaust-monument? Nou, het leukste was om koffie te brengen bij degene die het tot stand hebben gebracht. Maar ik vind het eerlijk gezegd, ik vind het fantastisch. Het ontroert me. Ik hoop dat een heleboel mensen zullen weten en zich realiseren waarvoor het staat. Hè? Dus dat elk zakdoekje staat voor 140 doden, vermoorde mensen, Joden. Nou, ik zeg maar liever medeburgers, medemensen. Ja, dat ontroert. Als je die betekenis ziet, dan vind ik dat fantastisch. En dat we dat nu toch weer doen in dit eigenwijze zelfstandige dorp. Waar een heleboel activiteiten in het land stil zijn gaan liggen. Zeggen wij toch, we moeten eren, we moeten herdenken. Chapeau. Demi, wat vind je van het monument? Ja, het spreekt me zeker wel aan. Aangezien ook wat ik allemaal heb gehoord over de Tweede Wereldoorlog. De betekenis erachter is heel... dat spreekt me wel aan, zeker weten. Dankjewel. Alsjeblieft.
iedereen die kijkt even heel simpel, maar ik heb er even goed naar gekeken. Het is gewoon heel veel werk. Dat is niet even een uurtje knopen dat het eventjes woensdagmiddag in elkaar gedraaid is. Dat is gewoon heel veel werk. En nou, dat vind ik ook goed, dat die twee mannen dat weer doen dan. En nou, jij natuurlijk zelf ook. En ja, in mijn achtertuin, ik vind het mooi. Ja. Erik Hurink, wat vind je van het tijdelijk Holocaust-monument op de Brink? Je hebt zelf meegeknoopt. Wat vind je van het resultaat? Ik vind het een prachtig monument. En het is dat we het nooit zullen gaan vergeten. En ik ben dan ook heel blij en trots dat we als All Blacks, de walking voetballers van SV Laren, hieraan hebben mogen meewerken. Tuin, wat vind je van het monument zoals je het nu ziet hangen? Ik vind het geweldig. Kijk, ja, het verwijst naar de Holocaust en dat is een aspect van de Tweede Wereldoorlog dat soms toch vergeten wordt. Ook in een dorp als Laren. Men kijkt erg naar de laders die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat zijn er 40, 50. Maar, en dit verwijst dus naar al die anderen. En dat schat ik zijn er zo'n 150 tussen de kinderen van de Bergstichting, de Joden die hier ondergedoken zaten. En ja, ik vind het geweldig dat daar nu even heel expliciet aan gedacht wordt. Dat is wat ik voel als ik er naar kijk. Wies, wat vind je van het monument? Ik vind het prachtig. Het is natuurlijk een monument als je het hebt over het echte oorlogsmonument of het herdenkingsmonument. Maar dit geeft een bepaald gevoel in me. Toen straks voor me aanrijden en het zag hangen, toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk treffender bijna dan alleen het monument wat daar staat. Voor mij mag je ze laten hangen, heel lang. Ik vind het echt prachtig. En dat zeker in de tijd waarin we nu zitten, waar we heel veel mensen ook ons nu ontvallen natuurlijk, doet het voor mij dubbel, voelt het heel dubbel aan. En juist daarom ook heel erg mooi dat jullie dit zo hebben gedaan. Wat betekent het voor jou als je het zo ziet hangen? Het is waanzinnig. Het is waanzinnig, met name de kleuren, de statements die de kunstenaar ermee wil maken. Ik heb in plaats van vraag te beantwoorden of het dubbele te gaan zeggen wat er straks gebeurt, heb ik een klein tekstje gemaakt van een minuut. En ik denk dat daarin alle elementen zitten wat we ermee hebben willen zeggen. Stil. Ontroerend. Stil. De veelzeggendheid van de witte zakdoeken tegen het prachtige lentegroen van de eikenbladeren. Het is stil. En ze verhalen over verdriet, over hoop, over angst, over kracht ook. Maar verdriet, groot verdriet, dood stil. Verhalen over buigzaamheid ooit ook. En dat zie je, we staan midden tussen de prachtige eiken die de oorlog hebben meegemaakt. De eiken zijn buigzaam, net zoals wij mensen dat zijn. Ze bogen mee, ze leefden mee, ze keken en voelden mee. Net zoals mensen dat kunnen doen. Maar de bomen overleefden wel. En ik hoop dat ze ook troost gaven. Nu delen zij, samen met de prachtige blauwe hemel, mee in dit monument. In het moment van nu. We zijn stil. We zijn ontroerend stil. En we staan hier nu, vandaag, met z'n allen best stil. Dat wilde ik zeggen. Wat vindt u van het tijdelijk Holocaust-monument op de Brink, meneer Pastoor? Je bedoelt de wimpels die zijn opgehangen. Ik vind dat heel indrukwekkend. Want ik vind alles wat je kunt doen om te gedenken, dat is heel belangrijk. Zoveel leed, onnoemelijk veel leed. Mensen zijn van hun namen ontdaan, van hun identiteit ontdaan, van hun eigenheid ontdaan. En wij geven hen weer namen, wij noemen hun namen en we willen die namen niet vergeten. Dus dat is uit grote eerbied voor alle doden uit die periode, dat we inderdaad blijven gedenken, zelfs ook in deze coronaperiode. Maar tegelijkertijd is de herdenking ieder jaar voor ons weer een aandachtspunt van hoe is het allemaal zo gekomen? Waar komt zo'n ideologie vandaan, waardoor een medemens wordt weggegumd? Het is eigenlijk leren van de geschiedenis vanaf 1900, zeg maar, tot
tot 1960 om te kijken wat speelde daar nu allemaal, om ook onze eigen tijd te kunnen lezen. Hoe gaat het met de vrijheid van meningsuiting in onze tijd, met mensenrechten in onze tijd? He, en al die grote vraagstukken, hoe ga je om met minderheden? Wat is de positie van de democratie als in Turkije de president 1 stem meer haalt, waardoor hij 50 plus heeft en zegt ik ben de baas en hij stopt verder iedereen in de gevangenis? Baart dat grote zorgen. En je kunt eigenlijk de geschiedenis ook bestuderen om er lessen uit te trekken en het heden kritisch te bekijken. Want kijk maar wat gebeurt er in Polen met de rechterlijke macht. Wat gebeurt er in Hongarije met de journalistiek. En bijvoorbeeld met de democratie in zoveel landen. Je kunt de glorie van een land onder andere aflezen aan hoe gaat men om met minderheden. Wat is de waardigheid van de minderheden in een kaleidoscoop van een samenleving. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Leen van der Pols, voorzitter van Bijzonder Laren. Wat vind jij van het tijdelijk Holocaustmonument? Elke aandacht die er is voor 4 mei, op welke wijze dan ook, om stil te staan bij datgene wat verloren is gegaan, wat vermoord is geworden, is op zijn plek. Dat mogen we nooit vergeten. En daarom ben ik ook heel blij met het monument op die plek, om ons er blijvend aan te herinneren dat we daar nooit aan voorbij mogen gaan. Betty Kalis, jij bent zelf kunstenares. Wat vind jij van het effect van het tijdelijke Holocaustmonument hier op de Brink? Ja, daar kan ik anders op zeggen dan fantastisch. Symbolisch, heel mooi. Met dit mooie weer, heel mooi. En onder de noemer, opdat we nooit vergeten. Fantastisch, heel mooi.